Welkom, wat is het Gerard? De blokfluits komen direct op zo. Ik mag jullie allemaal welkom heten namens Wilhelmina. Dat vind ik altijd leuk om te doen, want dit is altijd een hele leuke, gezellige avond. We proberen er altijd van te maken. Een feestelijke avond. En we gaan vanavond aan jullie presenteren wat wij hier als Wilhelmina met de leerlingen, met de blokfluiters, allemaal in zo'n jaar hebben geoefend. Waar we aan hebben gewerkt. Dit is een soort presentatieconcert. En eigenlijk nodigen we daar de school ook bij uit. Zeggen we tegen de school, als jullie leuk vinden om een instrument te spelen, kom vanavond eens. Want aan het eind van de avond mag je ook een instrument uitproberen. En ik vertel vanavond ook wat over verschillende instrumenten. Dus hopelijk wordt het ook nog een leerzame avond. Ja. Wat gaan wij doen? Wij beginnen straks met de AMV'ers. En je zult zien, die gaan blokfluit spelen. Maar die doen naast het blokfluit, doen ze nog meer dingen. Zo'n jaar. Ze leren ook noten lezen. En ze doen allerlei andere spelletjes die met muziek te maken hebben. En ze maken ook kennis met instrumenten. En dus daar gaan ze vanavond ook weer wat verder mee kennis maken. Maar ga ook vragen of ze eventueel zelf een instrument willen spelen. Dus dat gaan we ook nog eens proberen. En het leuke is dat we van het jaar voor het eerst in Regenstein zitten, dus in de school. We hebben dus hier ook heel veel mensen die mogen een extra avond naar school. Dat is ook extra leuk. Ik wil eigenlijk vragen of, ja, daar hadden een paar vingers en vrolijk opgestoken. Helemaal goed. Ik zou de blokfluiters naar voren willen halen. Zijn die er? Pas, daar komen ze. Kom maar. Applausje. Moeten de standaards niet iets naar beneden, kunnen de papa's en mama's jullie wel zien? Zullen we dat eens doen? Ietsjes lager, kan dat? Goed, en het zijn er nog niet zo heel veel, dus we gaan gewoon even de kring rond en dan vragen hoe iedereen heet. Dus daar gaan we. Jij bent? Jessica. Leonie. Esther. Ilse. Isa. Tarita. Olivier. Jarnik. Frank. Frank is hè? Frank. Frank. En waarom staan jullie als jongens helemaal buiten aan, heren? Waarom is dat zo? Jullie staan altijd graag bij elkaar. Ik zou toch wel tussen de meisjes willen staan. Niet? Nee. Maakt nog niet uit op die leeftijd blijkbaar. Niet erg. En wie speelt er nu al voor het tweede jaar blokfluit? Hebben we ook die al voor het tweede jaar of zijn we allemaal van het jaar begonnen? Allemaal van het jaar? En zijn er ook al van jullie die zeggen volgend jaar gaan we een instrument spelen? Kijk, daar hebben we iemand. Ja, mooi hè? Wat wil jij gaan spelen? Drum. Drum. Ja. Drum. Ook drum. Allemaal drummers. En hier de dames vast wel wat anders. Ik weet niet wat het heet. Kijk, is het niet in de wijn? Saxofoon. Of niet? Het was fluit. Klarinet. Hartstikke mooi. Ik weet het nog niet. Zij weten het nog niet. Wie speelt keyboard? Keyboard. Dwarsfluit. En dwarsfluit. Geen trompetisten? Niemand trompet? Misschien, gelukkig. Want wij gaan aan het eind van de avond hebben we het over Wieger. En Wieger is ook begonnen op blokfluit, twee jaar blokfluit. En toen wou hij trompet spelen. En daar komen we aan het eind van de avond op terug. Dus ik had gehoopt dat ik hier ook een Wieger had staan. Dus dat is niet zo. En van wie hebben jullie les dan? Wie kan me dat vertellen? Juf Margot. Juf Margot. En is juf Margot ook aanwezig? Dat is juf Margot, hè? En is het leuk bij juf Margot? Hey. Ja. 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 Mooi, hè? Goed zo. Daar valt in mee. En is er nog één ding? Wat gaan jullie spelen? Dan stop ik en dan gaan jullie lekker je liedje spelen. Wie gaat dat zeggen? Hier heb ik al iemand. Boer Jansen? Oké, okay. Even. Jodeliedje ook. Jodeliedje? En wat nog meer? Paskind met zijn paas. En? Ik zag twee weer. Dat zijn er vier. Doen er nog meer? Dat zijn ze? Nou, wij luisteren. Juf Margot, heel veel succes. Zet hem op.